Jij hebt meer waterpistooltjes, geniaal. Nou, ik denk dat we dan even, als jullie dan bovengronds daar naar die pixie dust en alles zijn. En hier ligt nog een shackle die verkocht kan worden. Dan ga ik even ondergronds en dan ga ik nog meer tot de biome nog wat groter kan worden. Dat we daar echt een makkelijkere farm van kunnen maken. En misschien vind ik al wat souls of light. Dus, maar ik zal eerst eventjes nog de comments van de dag doen, speciaal voor jullie. Wat attent van mij toch, hè? Enorm. Sarcasme druipt er gewoon vanaf. Wat lief. Graag gedaan. Hebben we nog hout? Ja, tuurlijk. Ik heb nog 555 hout. Ja, ik heb al iets uit het kistje kunnen jatten. Want, ik moet een sign kunnen maken natuurlijk, hè, want we waren door onze signs heen. Zo. Sign, sign, oh it's a sign. Gonna put a sign out of you. Wait, what? Oké. Okay. Chat zegt. Deze die mogen dan terug daarin. Oké, nou de comment van aflevering. Volgens mij had ik nog 2 comments. Ja, aflevering 17. Ik schrijf parts de hele tijd volgens mij. Nou weet ik niet meer. Part. Ja, één was speciaal met avlv. En de rest was allemaal part. Dus part. Part 17. Komt van YouTuber. Pam. Rick van Hemert. En Rick van Hemert die had geschreven een heel verhaal zelfs. Zo. Ik heb het een keer gehad dat ik zo'n Wall of Flash brug had gemaakt in hel. En ik summende de Wall of Flash, maar hij spande aan de verkeerde kant van de brug. Ah. Dat is vervelend. Ja. Enorm. Nou, dan ga ik ook gelijk naar de laatste die ik heb. Want ik weet niet hoe lang dat de opname nog doorgaat. Dus voordat het de cave ingaat, wil ik eventjes naar aflevering 18. En aflevering 18... Hier heb ik om moeten lachen. Hier heb ik heel erg. Deze gaat namelijk over jou, Mimé. Oké. Part 18. Komt van Wessel Harm. En die had een reactie geplaatst. Wat helaas in de spamfilter vast is komen te zitten. Maar gelukkig gevonden is. Want ik hou alles in de gaten. Want er was namelijk een YouTube-liedje, een YouTube-link die er erbij had gegooid. Vind dit liedje wel bij Mimé passen, XD? En dat was de YouTube-link van Random Encounters, de Magikarp song. Ah! Hey you, Pikachu. I want you on my team. Your shocking electric powers compliment my water team. I found a chance to catch you, so please don't resist too hard. Need to fight you with my Pokémon. To feel the wrath of Magikarp. Ik zou speciaal in deze aflevering zal ik de link van die video in de beschrijving zetten. Kunnen jullie ook er naar kijken. Is geniaal. Er is ook een part 2. En, die gaat helaas niet over Magikarp, maar over de evolutie ervan. Bestaan die nog? Ja, natuurlijk bestaat er een evolutie van Magikarp. Ja. Gelijk die. Yeah. Helaas wel. Maar ja, daar hebben ze de B-knop voor gemaakt. Jongens, regen! Regen! We gaan zoeken. Oké, ik ga naar de ijsbiome. Als iemand naar de Oh, wacht, jullie zijn heel dicht bij de ijsbiome. Ja, ijsgolem. Kijken. Oh, ja, iets naar rechts. Ja, de ijsgolem, dan ga ik hier wel voor Nimbus. We hebben toch die blue candles? We hebben volgens mij wel blue candles ergens. Ga ik hier even een blue candle even neerzetten, want dan spannen die Nimbus clouds wat meer. Nou, we hebben in ieder geval hier al een golem die heel mooi in een gat zit, waar we hem veilig neer kunnen halen. Mooi!
Oh, die leeft niet lang. Dat is een hele makkelijke kill voor ons. Oké, de Wonder Candle die staat. Nimbus. Oké, dat is één meer. Frostcore. Frostfire zou leuk voor je zijn. Frostcore, dat is wat meer mee nodig heeft. Mm-hmm. Ik weet niet meer waarvoor, maar ja. De ice armor. Nimbus, geef me de rot. Helaas. Oh, hieronder zit er ook nog eentje stiekem verborgen. Hi. Ah, het is wel grappig hoe dat ik aan het hunten ben voor een wapen dat ik nooit mag gebruiken. Ja. Maar het is een heel goed wapen, dus ja. Ja, en Erwin mag hem gebruiken, dus... Die willen we zeker wel laten zien. Ja, en het is ook zo van gewoon de regen, dat is een van de... Ik heb hem! Oh, lucky you. Oké, ik kom gelijk naar jullie toe. En ik neem die Blue Candle mee. Ja, graag. Want als wij nou namelijk nog drie van die... Oh, en ik kijk wel eventjes wat die Traveling Merchant heeft. Waarschijnlijk niks meer dat we ondertussen nodig hebben. Want volgens mij hebben we alles al. Je redt het nooit. Dus in plaats van richting de dingen te gaan, besloot het weer om te gaan regenen. Lifeform analyzer die we allemaal hebben, revolver, vest, extended grip, DPS meter. En ik wil eigenlijk een beetje Erwin ook een moment geven om te kunnen shinen. Dus die mag dadelijk uitleggen waarom dat de Nimbus rot zo leuk is. Een tweede golem vinden is alleen wat lastig. Eh, dat komt wel goed, joh. Alleen dat komt ook omdat we nou met z'n drie hier staan, hè. Dus we moeten wel met z'n drie dicht bij elkaar blijven. Ja, golem. Ja, ik zie hem ook op mijn radar. Dit gaat lekker zo. Oh. Ja. Mooi. Frostcore. Ik heb rot voor je. Ja. Nou, de Nimbus rot. Is een leuke magisch item. Je kan een Wokie mee spawnen en zelfs twee. Die regen druppelt natuurlijk. En als er tegenstander onder zit, dan krijgt hij continuele... Laat maar bij die corruptor zien. Die zit heel mooi op een plekje dat... Kijk. Zoals je ziet. Nou, ik hou eventjes deze even vast. Volgens mij werkte dat ook als je hem vasthield. En ja, het leuke van dat wolkje is, hij blijft een aardig tijdje zitten. Dus ja, dan kun je dat wolkje plaatsen. En vervolgens wat anders tegelijkertijd doen. Ideaal gepost is. Yep. Enorm. Ik zou meteen gaan upgraden naar... Mysticals om me heen. Nou, volgens mij moest ik hem echt plaatsen. Je bedoelt de... Water candle. Ja, ja. Moet ik plaatsen, ja. Ja, alleen dan heb ik zo'n klein... Ik plaats wel even snel een platformpje. Even kijken, ik plaats hem wel hier zo. Oops. Sorry. Platformpie. Dus, ja. Hoppa. En dan is het ook gewoon een requiriter dingen in de gaten houden. En volgens de radar radio regent het nog steeds, dus...
En we hebben echt heel veel ijsverders nodig. Want dat is een van de beste wings die je eigenlijk op dit punt al kan krijgen. Dus ja. Goed, weer lekker ouderwets vormen. Nou, één ding hebben we al voor elkaar en dat is je Nimbusrot. Oh, er is er één. Ik dacht goed dat ik wat van gehoord van is. Hij valt hier naar beneden. We hebben jouw wolkje nodig. Komt er. Hi. Op een of andere vage manier heb ik de aggro elke keer. Verder. Lekker, nog twee. En weer een frostcore, dus we hebben al genoeg frostcores, nou is het alleen nog maar die ijsverders. Mooi. En ik heb slowdown. Ik ook. En ik heb een betere yo-yo gevonden. Hij is alleen damaged, dus ik moet hem nog even gaan fixen straks. You can fix it! Behalve dat ik hoop dat ik genoeg geld heb om hem te fixen. Oh, ik heb hier weer zo'n yo-yo gevonden. Oh, wat deze voor... is shorty. Ik weet niet meer wat dat... Ook broken. Oh. Oh, en sowieso is mijn inventory bomvol. Piggy bank. En nog steeds goed nieuws, het regent nog steeds. Anders sneeuwt het niet meer. Jawel, sneeuw dat valt dan nog steeds, alleen dat kan ook zijn als het licht of juist helemaal niet sneeuwt dan, of regent, dan kan er nog steeds sneeuw vallen. Heel erg vervelend. Iron tungsten? Nee. Ik wil een ijskolen. Nou ja, ik blijf in ieder geval bij die blue candle in de buurt. En vermoord langzaam alles dat hier spant. Drop is huge apart. Nog een ijs yo-yo. Oké, wat zijn daar de stats van? Demonic. Oh. Dat is wel een goeie. Ja. Die zou ik dan best wel willen, ja. That flying fish. Care package. Ja. Bedankt. Oeh, 62 damage. Achie! Nu baal ik dat ik die andere yo-yo had genomen en daar te veel geld aan besteed heb om die te repareren. Dat is stukken beter. Ah, ik ben blij dat ik nou oneindig kan blijven schieten. Ik kan dat niet meer, helaas. Nee, dat is die Endless Pouch. Oh, golem. Kom je buiten spelen. Nee, misschien ergens eentje stiekem. No. We willen nog wat meer van die leuke feathers. Inderdaad. Hm.
Nogmaals, die ijsgolems die spannen alleen maar tijdens een regen- of sneeuwstorm. Dus als het regent, ja, dan bij een blizzard of bij een ijsbiome, dan sneeuwt het al gelijk. En ja, ze zijn recht. Ze worden namelijk wel opgepakt door de rare creature meter, dus... Ja, dat zegt genoeg. Hi. Ijsgolem! Nee, ik hoor hem. Oh, ik zie hem, ja. Waar zit hij? Bij mij. Ik zie hem. Ho! Dit gaat snel. Not a chance. En hij heeft hem niet gedropt. Ja, het ligt eraan hoe lang dat blijft regenen. Ja, daarom. We hebben nog even. Ik weet niet hoe lang, maar... Nou, Erwin, even wat meer je Nimbus-rot gebruiken. Misschien regent het er door harder. Nou, het was net even heavy rain en nu zegt hij weer gewoon rain. En een een ijsverder heeft een drop chance van 1 op 33. Oeh, dat is helaas niet zo. 1 op de 3. Ach ja, zolang het heeft regenen is. Kijk, ga ik weer naar links. Ijsgolem. Ja, dat gaat weer lekker. Ja, ik heb de aggro zo te zien. Ja! Dat is twee. Nog een ijsgolem. Rechts, links. Not a chance. Ze zijn niet zo heel erg slim. En derde. Nice, mooi. Oké, dan moeten we Wivers gaan killen. Oké. Dus dat is gewoon een Sky Island. En weer een yo-yo. Ja, ik ga eerst even yo-yo's verkopen. Doei. Tenzij jullie een yo-yo hebben die nog beter dan die monnik is, al betwijfel ik dat. Zelfs? Ik heb 14% extra damage en 5% critical strength. Nee, zelfs is alleen maar critical strength. Shoddy, dat was die gebroken. Zelfs, die mag dan ook weg. En de gewone default. En ik ga toch die slimestaf heel eventjes hier in mijn huiskistje stoppen. Voor mij is die speciaal. Ja, dan heb ik deze eigenlijk niet meer nodig. Oké, Frostcore die mogen daarin. Darkshot die mag hierin. Brilla Slime Banner die hang ik gewoon hier ergens op. En dan vraag ik mij af, wat is de beste plek om eigenlijk... hebben wij Sky Islanden? Die hebben we al ontdekt, geloof ik. Ja, we hebben hoe dan ook wat Sky Islanden. Blood Moon! Dit kan gevaarlijk worden. Of leuk. Waarschijnlijk beide. Nou, dan is de spawn rate geïncreased, dus des te grotere spawnkans op Wivers. Dus naar Sky Island toe? Ja. Oh
Al vind ik Wyverns vinden niet zo heel moeilijk. Ik weet alleen niet waar Sky... Oh, wacht even. Ik weet wel helemaal aan de linker... rechterkant. En daar heb ik een waterding met een ladder naartoe. Helemaal aan de linkerkant? Rechterkant. Dan gaan we daarheen. Oké. Oh, ik heb mijn Blue Can op ongeluk niet meer. Nimbus. Ja, moest je hem nog reforgen? Want anders dan kunnen we misschien kans hebben op een betere. Ja. Als we toevallig ze killen. Al hoeven we er niet meer naar te zoeken. Dat in ieder geval niet meer. Luister naar de groene leider. Hé, een Nimbus. Map uitzoomen zodat ik zie wanneer. Zit een wolfje achter me aan. Oh, zo'n clown die komt. Oh, snijvogels. Componenten. Ijsgolem. Ja. Moet ik even helpen? Wow. Het is een Blood Moon, dus. Nee, ik ben onderweg. Ah, nee! Dat is handig als je de aggro hebt. Thanks. Zo. Hey, Pixie. Dus. Ja, ik heb die slowness dankzij die ijskolen. Ja. Ah, nou ben ik normaal. Oh, trouwens, nou vergeet ik nog iets. En dat is ijskolen. Holy Arrows. Of nee, niet Holy Arrows, maar Jester Arrows. Die gaan namelijk dwars door die ettenzakken heen. Dus dat is wel handig om die mee te nemen eigenlijk. Best wel. Ik heb nu een wapen die echt best wel geschikt voor is. Nou, dan maak ik toch eventjes die... even kijken hoor, we hebben nog een paar oors. Ja, och, hier kan ik hem... die ga ik dan toch even maken. Zo'n golem is niet heel fijn in je eentje. Hou vol, makker. Ik ga hier vluchten onder water. Oké, ik sta hier veilig. En terwijl ik veilig sta, kan ik aanvallen. Ik hou van mijn flying knife. Nou, hopelijk vinden we dadelijk nog een ander item. Oh, hi. Here we come to save the day. Oh.
Oké. Okay. Oh! Ik heb was al een klok. Gedropt? Nee. Het was van zo'n ander beest. Hé, hey, je hebt een piggybank dinges. Ja, ik heb een tweede piggybank. Claim. Alsjeblieft. Ik heb hem. Mooi. Goed, laten we naar Sky Island gaan. Zijn we er al bijna? Eén moment, ik moet zelf mijn map uitgezoomd zien te raken. Alleen het is hier onveilig om te weten hoe ver we moeten. Oké, ik ga nu naar mijn map kijken. Halverwege. Het is handig dat het zo oneindig kan schieten. Een ijssikkel. Oh, dat is een hele handig ook weer voor me mee. Ja, enorm. En dat was volgens mij dat ding dat door muren heen kon. Ja, de zwakkere variant van de deadsikkel. Wij willen vleugels. Zo, wat een oorlogszonde nou zeg met die bladmoorn. Best geweldige audiocommentaar ooit. Omhoog! Omhoog! Oh ja, kan je hier even een plateautje op druppen? Trouwens, ik kan hem ook wel gewoon even hierin plaatsen.